Ja, ik zou wat meer rock'n'roll willen zijn. Dat zou ik wel fijn vinden, man. De zomer is wel leuk. In de zomer spelen we wel eens op festivals. Dan gaan we wel eens op festivals optreden. En dat klinkt gaaf. Dat is ook wel leuk. Maar bij festivals speel je altijd in een tent. Dus dan speel je in een tent en dan hoor je dus al die andere geluiden van die andere tents. Dat is best wel lastig optreden. Want dan ben je aan het optreden en dan hoor je de hele tijd zo'n beat er doorheen. Zo dush, dush, dush. En dan moet je geconcentreerd je verhaal blijven doen. En dat is wel lastig. En het tweede wat lastig is aan een festival optreden, zeker in Nederland, is dat jullie vol aan de drugs zitten. Ik bedoel, drank is leuk. Drank is leuk voor een comedy show. Hé, dat is tof. Drugs? Ah, is niet zo relaxed als iedereen wappie is, man. Ik stond vorig jaar zomer op een festival op te treden. En toen had ik natuurlijk die beat er doorheen. Dus ik ben heel geconcentreerd mijn verhaal aan het doen. Ik ben een paar minuten bezig. En na een paar minuten staat zo'n jongen daar derde, vierde rij. Staat ineens op. Doet hij dit. Kom je na die show, zei hij lekker gedraaid, pik. Ging je weg. Jezus, man. Ik gebruik te veel drugs. Dat is bizar hoeveel drugs er wordt gebruikt, toch? Wie heeft de coke bij zich? Dankjewel dat je vooraan mee gaat zitten. Wij zijn zo nerds. Nee, dus coke is een ding, man. Dat is ongelooflijk. Vroeger gebruikten artiesten en jazzmuzikanten en zo. En, misschien mensen in de financiële sector gebruikten cocaïne. Maar van coke krijg je heel veel zelfvertrouwen, ga je heel veel babbelen en zo. En maar die mensen hebben nog wel een beetje een interessant verhaal, weet je. Maar nu gebruikt ineens iedereen coke. En dan sta je op een verjaardag met iemand te praten die bij gemeente Zaandam werkt. Die ineens met heel veel zelfvertrouwen gaat vertellen hoe je zo snel mogelijk een dakkapelvergunning kan krijgen. Jezus, man, niet iedereen mag coke. Laten we gewoon regels afspreken wanneer je coke mag gebruiken. Heb jij kleding van de Jack and Jones? Nou, geen coke voor jou. Af. Ik heb ook wel eens een nieuwe gein opgeschreven. En toen zei ik dus... heb je kleding van de Jack and Jones? Geen coke voor jou. En het hele publiek zo... what the fuck is er mis met Jack and Jones? Nee, maar gewoon, dat mag niet. En stuur je tikkies onder de €5. Ik ben af, man. Mag echt niet meer. Er mag geen coke. Mag niet. Wat is het laagste tikkie wat je ooit hebt gehad? Wel onder de euro. Man. Oh, onder de euro? Maar voor wat? Ik weet het niet meer. Je weet het niet meer? Iets te eten waarschijnlijk. Weet je wel, iets te eten? Met iemand? Ja, man. Bitterballen? Toevallig? Ja, dat het wel onder de euro was. Ja, nah. Chocoladereep of zo. Weet je. Chocoladereep? Ja, was hij het? Nee, maar dat is toch weird? Dat je dan, ik vind gewoon onder de €5, dat moet echt, dat mag niet, man. Ik bedoel, ik kreeg een keer een tikkie van €2,60. Van een, ja, ik wou zeggen vriend, maar ik bedoel, ik heb hem daarna nooit meer gezien. Maar hij had de metro betaald. Ik had geen OV-chipkaart bij me. En toen had hij de metro betaald, kreeg eind van de avond een tikkie van hem voor €2,60. Ik dacht, wat de fuck is dit nou? En toen heb ik ook gewoon een tikkie teruggestuurd van €7. Want dat kan gewoon, je kan gewoon tikkies terugsturen. En kijk, ik ben professioneel grappenmaker. Ik vond dat ik die avond 7 grappen had gemaakt. Weet je? €1 per stuk, dat is niet duur. Ik kreeg een berichtje van hem terug, toen zei hij, is dit een grap? Toen zei ik, nou in principe niet, maar als je wel zo ziet, krijg ik €8 van je. Zoveel coke. Ik was eigenlijk bij een kinderfeestje, werd coke gewoon aangeboden. Gewoon aan de ouders, hè, niet aan de kinderen. Nee, het is niet dat de uitnodiging stond van, zeg niet wat we gaan doen, maar neem je fietssleutel mee. Nee, zeker niet.